Om in deze toch wel heftige coronatijd studenten zich snel thuis te laten voelen op onze opleidingen, hebben we een nieuw onboardingsconcept met app ontwikkeld, waarbij we studenten in het studiekeuzeproces allerlei uitdagende opdrachten geven op hun mobiele telefoon om zo alvast de opleidingen, de hand, de stad beter te leren kennen. Met de toename van online onderwijs, het wegvallen van het BSA en de technologische revolutie eigenlijk in onderwijsland wordt onboarding van studenten steeds belangrijker en kan dat ook op een andere manier. En bij onboarding gaat het om de sociale en academische binding creëren met studenten en de opleidingen. En dat doen we dus nu op een hele mooie nieuwe manier, waarbij we al bestaande activiteiten met een gamification schil aan elkaar verbinden. Welkom bij de opleiding Food & Business, opleiding binnen ABC. We zijn hier bij het praktijkhuis van onze opleiding, waar studenten bezig zijn met een project. De ene helft is thuis, de andere helft is hier in de praktijk bezig. Ook in coronatijd kan het doorgaan. Naast alles wat we nog hebben aan College Coins in de pre-boarding, in de onboarding, proberen we zoveel mogelijk mogelijkheden bij elkaar te zoeken om samen er iets heel moois van te maken. Dus loop even mee. Zo gaat dat hier. Kom maar even verder. Voor de aanstaande talenten die wellicht bij ons terechtkomen, hebben we een mooi onboardingsprogramma van de College Coins. Joep, onze student, die zal jullie er alles over vertellen in het volgende filmpje. De College Coin apps zijn verschillende challenges te vinden die passen bij de verschillende opleidingen. Wanneer je deze challenges maakt, zorgt dat ervoor dat je een bewuste studiekeuze kan maken, want elke challenge past bij de opleiding die het aanbiedt. Ga naar de App Store van je telefoon, download de College Coin app en ik zou zeggen, begin vandaag nog met het maken van de challenges. Tot volgend jaar op de hand. Wil je weten welke challenges we allemaal hebben klaargezet voor jullie? Kijk even op de app. Ik kan je wel verklappen. Eén daarvan is, hoe kom je nou van jouw huis naar onze plek? Bij onze academie gebruiken we College Coins voor de pre-boarding en ook voor het HAVO doorstroomprogramma. Een periode lang komen HAVisten dan een dag in de week bij ons lesvolgen. Gingen we dit jaar ook online doen. En om ze erbij te houden, om ze enthousiast te maken, hebben we gebruik gemaakt van College Coins. Allerlei opdrachten, inhoudelijk, ter voorbereiding op het HBO. Maar ook voor de opleiding, voor de vakken die ze volgden, kregen ze opdrachten. En dat werkte heel goed. We hebben nog nooit zo'n hoge aanwezigheid gehad. We zagen dat ze enthousiast waren, dat ze meededen, dat ze heel, heel graag hun punten wilden halen ook. Dat merkte omdat onze moderators vaak niet snel genoeg waren met het toekennen, kregen we meteen de mailtjes van de HAVisten. Waar blijven mijn punten? Waar blijven mijn coins? Dus ze waren zeker enthousiast. We hebben zelfs een internationale variant. Laten we even kijken bij een student die dit heeft ervaren. Hi, my name is Frans and I come from the Netherlands. Before starting my study at Han University of Applied Sciences, I took part in an onboarding program with College Coins. In this program, I received all kinds of challenges by phone. With these challenges, I got to know Han, my study program communications, and my fellow students. And now we will take a look at the output of two challenges in this program. When I was young, I always dreamed of becoming a Formula One driver, professional soccer player, teacher, a singer, but then I discovered that I cannot sing, so I wanted to become a doctor instead. I believe in a 5-year plan, planning because, there's nothing more guaranteed than change. So if you plan, you change, then you can also become what you want to be.